Dit ben ik. En dit zijn 100 gewapende mannen die op het punt staan me volledig lek te schieten. Ik was totaal niet zenuwachtig, hè. Hoe de f*** kom ik hier terecht, vraag je af. Nou, anderhalf jaar geleden vroeg ik mijn vriendin ten huwelijk. Natuurlijk. Ja. Oh, wat lief. Heel zo mooi dat jullie het zo realistisch hebben gemaakt. Cute. Ik kreeg echt traan. Ja, het is allemaal leuk en aardig dat trouwen, maar voor mijn vrienden betekende dat maar één ding. Een vrijgezellenfeest van ondenkbaar laag niveau. Inclusief paardenraces, real life Call of Duty, strippers en nog veel meer. Laten we beginnen bij het begin. Vrijdagochtend 29 maart. Ik moest mijn hele weekend vrijhouden, dus ik had natuurlijk al wel mijn vermoedens. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat komen jullie hier doen op deze... Ik ga met jullie mee, toch? Nou, we beginnen even met een klein whiskietje. Hoe laat? Omdat het vanaf nu echt alleen maar... wordt voor je. Alright, let's drink. Blinddoek op, hup, in de taxi, onderweg naar... Als je denkt dat ik meteen ging vliegen, nee hoor. Want ze hadden eerst nog een verrassing in petto. Ja, op zich mag je wel omdraaien. Dit zijn Raoul en Danny, mijn personal trainers. Ben je er klaar voor? Nee! Klaar, jij gaat eruit, gast. Een paar vechtpartijen en een beetje gauwhoer op Schiphol later, kwam ik erachter waar de reis naartoe zou gaan. Waar moet ik kijken? Bovenste. Oh, Manchester. Gewoon naar Manchester. I like it. We've got... A planning. Niet. Allereerst. Niet. Zien we hier. Calvijns, one last time. Ik kreeg deze planning in mijn handen. 12 uur, spending father's money. 16 uur 45, foot up your arse. Ja, allemaal cryptische omschrijvingen waar ik geen k*** van snapte. Dus ik zag het allemaal wel. Dying alive of a true Brexit geese. Oké, daar gingen we dan. Ja. Wat was, dat ging ook zo raar. Ik heb voor twee keer vier gereserveerd. Mijn briljante vrienden hadden even geen rekening gehouden met het tijdverschil. Dus waren we een uur te vroeg. De pub was nog dicht. Maar na een uur wachten in de regen was het dan eindelijk zover. Komt ook om 12 uur, hè? Ja, het is precies 12 uur. Hallo. Ja, dit is heel mooi. Proost naar Jesus. Beetje bier erop buiten, zo meteen even kunnen besnijden. Ik weet even van een stuk taart met vuur. Wat? Is dat lekker, die bier? Ja, vind ik wel lekker. Ik vind de zuur gewoon lekkerder. We zaten er lekker in, dus was het tijd voor de volgende activiteit. Bobby, Billy en Babs. Ja, ik snap er helemaal geen reet van, maar... Als je aan Engeland denkt, dan denk je aan voetbal. Manchester United, Liverpool, Arsenal. Allemaal topclubs. En daar... hadden we geen geld voor. Oké. We zijn hier in Manchester. Wat Paul en ik daar hebben op bedacht, is dat we misschien wel naar een van de meest talentvolle clubs van Engeland gaan. Ja. Salford City. Ja! Salford City. In League 2. Oké, dus even voor de duidelijkheid. In Engeland is het hoogste niveau de Premier League. Daarna komt de Championship. Dan komt League 1. Daarna komt League 2 en deze twee clubs bungelen ergens onderaan die league. Salford FC en Sutton United. Ja, zo'n laag niveau, dan zullen die supporters er wel kalmpjes bij zitten. Salford City! Ik durf niet. Aanvallend niet geweldig vandaag. Ja, voor de rest. Als je hier naar binnen uitgaat, dan komen we. Let's go! Weet je wat trouwens vet is? Dat je met 8 mannen zit opgesloten in een of ander miserig hostel. Waar je maar 1 wc hebt, waar iedereen dan op moet scheiden. En eigenlijk de hele kamer de hele tijd naar kak stinkt. Nou, 3 keer raden wat mijn vrienden hadden geregeld. Mocht je dit huis nou ergens van herkennen, dat kan kloppen. Het huis van Tommy f*** Shelby is het hele weekend van ons. Helemaal lachen hier, joh. Wat gaat er om je heen? Kiezen. Hey, brood! Brood en koekjes! Brood. Ook eieren? Tering chill hier, deze view. Het is jouw f***. Hoe lang is het?
niet naar buiten. In mijn blote. Oké, okay, goed. En weer door. Dit keer naar Liverpool. We waren nog geen kwartier in Liverpool en de eerste barfight was al gaande. Voor ons verliep de avond soepeltjes. Beetje van dit, beetje van dat. En... Waarom heeft Bear Grylls nog nooit een samenwerking met Burger King gehad? Is dit nou een mop of is dit een vraag? Burger Grylls. Hij maakt een mop. Nee. Even mijn broek heel. Hij scheurt gewoon bijna, man. Nou, niet eens bijna. Hij is letterlijk gescheurd. Nee. Hij is helemaal open. Hé. Hey. Ben je uit de Joen, jongen? Je bent op 10 uur 's ochtends. Dan ga je een beetje geluid merken. Ben je te slapen, ja. Ja, we zijn dus op de mooiste plek waar ik ooit in Engeland ben geweest. Ik weet niet wat dat betekent, want ik ben niet zo vaak in Engeland. Maar dit is echt majestic, fabulous, fantastic, incredible. Dus we zijn uit geweest, was dope. En nu zijn we hier. I love it. Ik love it! See? Oké, next up. Spending father's money. Wat betekent dat dan weer? You spin me right round, baby, right round. Welcome to Haydock Park, ladies and gentlemen. We are here situated in 2024 Eastern Family Day at Haydock Park, one of the most prestigious racing derby courses in the world. Iedereen zag er chachi uit, zonnetje erbij. Wat een koude chill weertje. En lekker de hele dag naar paarden kijken. Hoor ik je denken, wat is er nou de hele dag boeiend aan paarden? Nou, what happens at a bachelor party? Drinking, dancing and maybe a bit of gambling. Begrijp me niet verkeerd, ik raad het absoluut af om te gaan gokken in je leven. Maar op je eigen vrijgezellenfeest. Change don't change like it used to. Runs the roost round here. We hebben natuurlijk helemaal geen verstand van paarden, dus je raadt het al. Bijna niemand had wat gewonnen. Bijna niet. I won? Yeah. Yes! Hij heeft genoeg geld. We wilden weggaan hier, want we hadden alles verloren. Iedereen heeft alles verloren. Op een andere baan kwam dus een paard die heette Stag Knight. En wij zijn hier natuurlijk voor een stag duw. Vrijgezellenfeest. Toen heeft Kelvin naar 50 pound of pond opgezet. En die heeft gewoon gewonnen. Die heeft gewonnen! That's how you gamble. En dat contante geld kwam goed uit, want diezelfde avond hadden die gasten ineens cash nodig. Kel weet het niet. Kel is aan het koken en hij komt nu strippen. Nu cash nodig, Kel. Graag maar nu. We hebben gewoon het geld nodig. Ja, waarom? Ja, voor iets. Ja, ik heb het opgeborgen. Ik had op een veilige plek, want ik wist dat dit... Ja, joh, moet het nu! Moet nu! Vertel dan! Moet nu! Moet nu! Moet nu! Dat ligt boven. Ga nu! Zij gaat van mijn toilet af. Ja, oké. Welkom. Ja! Gentlemen, quick, quick, quick! He's the bad guy. Come on. Let's go. Iedereen, come on! Ik denk dat het beter is als we dit stukje even overslaan. Als je denkt dat het een hele geile avond is geworden, dan moet ik je helaas teleurstellen. Ik zal niet te veel in detail treden, maar wat ik wel kan doen, is een paar zinnen voorlezen die die avond zijn gezegd. Loop rond als een k-hondje en blaf als een k-hond, jij kleine tering. Out of your bed, you filthy piece of s***. Today is going to be a very important day, the day that we are here, proud for our own country, to fight in sense of as Akers and Orbans and Orbans and all the things that are important and Orbans are really important. So get out your s***y snaggies, your baggies, grab your flabs and your pens and your pens and bring us on. Gelukkig waren de instructies die ik hierna kreeg iets duidelijker. Camouflage / outdoor kleding waarin je goed kan bewegen en je vies mag worden. Airsoft is wel meer een hobby, dus je hebt mensen die echt allemaal eigen guns hebben en dat soort. Maar het zijn vaak wel mensen die het best wel serieus nemen. Does it hurt if you get shot? Ja, yes.
If we die, it's our own responsibility. We are not liable. Hoe groot is de kans dat we dit hebben onderschat? 100%. Deze gasten maken geen grappen. Wij waren beland op een soort camping met allemaal volwassen mannen en kinderen ook, die een potje Call of Duty niet spannend genoeg vinden, maar in plaats daarvan het liefst duizenden euro's spenden op wapens om die vervolgens in een paar uur helemaal leeg te schieten op elkaar. En dat doen ze niet op een soort grasveldje, maar hier. Professional? Yeah. 2 years. First time. Full team. 17 man team. What's your name? Jay. Jay? Leader of the team, Scorpion. How often you do this? Once a month. Once a month? Every month. End of it, last Sunday, every month. So these are the guns. Can I film this? Yeah, of course you can. Yeah, you want me? This is your own stuff. That's the big one, there's a bigger one in there. Zie je nog dat jij me al pesten tijdens wiskunde? Tijd op de airsoft. Het is paintball, maar dan met echte geweren en met kogeltjes. Kijk, in Nederland heb je mensen die gaan zeg maar elke maand een paar keer biljarten. In Engeland heb je mensen die gaan elke maand een paar keer elkaar afschieten. Wat ik op dit moment alleen nog niet wist, was dat mijn vrienden hadden geregeld dat iedereen eerst even hun wapens op mij gingen legen, terwijl ik moest rennen voor mijn leven. Point B, back to point A, while being shot off every single one of you. Ik versus 100 knettergekke Britten. Nou, daar gaan we. One, two, three. Well done. Met een oorlogstrauma in mijn achterzak kon het dan echt beginnen. 50 versus 50. Team deathmatch. Let's do this. We zijn in combat. Het is warm, het is intens, maar het is tering hard. Maar het is tegelijkertijd ook een beetje dat je denkt, allemaal mannen van middelbare leeftijd die met balletjes pistolen. Maar het is so much fun. Na dit 2 uur durende spektakel was de tank leeg bij iedereen. Die avond speelden we nog wel even het roze koekenspel. Doen we sowieso elke maand. En de dag daarna was het dan toch echt tijd om afscheid te nemen. Van mijn tijd als kind. Van mijn leven als vrijgezelle man. Van dit landgoed. Op naar het volwassen leven. Die kleine jongen van het platteland is een man geworden. Het echte leven kan beginnen. Mocht je de ongecensureerde versie hiervan willen zien, dat kan, dan moet je 100 euro betalen.